De molens van Kinderdijk in de Alblasserwaard, die normaal niet meer in gebruik zijn, worden op de zaterdagen in juli en augustus in werking gesteld. Dan komt de molenaar de vang lostrekken en beginnen de wieken langzaam te draaien. Dit unieke schouwspel van de stoere oude watermolens, die in vroeger tijden de Alblasserwaard hebben drooggemalen en die daarna, wanneer de polder overstroomde, het water in de lek pompten, wordt telkens jaren herhaald ter wille van de vele bezoekers uit binnen- en buitenland die deze oer-Hollandse streek in de vakantietijd bezoeken. Men kan hier een indruk krijgen van de wijze waarop het schoepenrad dat door de molen in beweging wordt gebracht het water uit de polder loosde. De bewoners van de molens genieten in stilte van het ongewoon drukke bezoek aan dit moeilijk toegankelijke polderland. Tijdens de molendagen in juli en augustus kan men 17 van de 19 molens zien draaien. Zo wentelen de wieken in Kinderdijk enkele maanden per jaar tot vreugde van de toeristen die graag de kleine toegangsprijs betalen die ten goede komt aan de Stichting tot Instandhouding van de Molens.